Welkom bij Boerenbusiness Feiten. En in Boerenbusiness Feiten lichten we elke maand de ontwikkelingen in de landbouw toe in grafieken en cijfers. En dat doen we deze keer ook weer met Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van CBS. Cor, welkom. Waar gaan we het deze laatste maand van de maand in december, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het over Flevoland hebben en dat heeft ook een leuke aanleiding, want 1 januari 1986 is Flevoland als provincie ontstaan. Kijk. En dat betekent dat 1 januari 2016, dus over een week of drie, bestaat Flevoland 30 jaar. Kijk, dus dat loopt een beetje voor de troep uit. Dat is mooi. Dat is waar, ja. Wat kunnen we over Flevoland vertellen? Het is natuurlijk heel bekend als een, tenminste zeker in de agrarsector, als landbouwprovincie. Maar hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Flevoland, Cor? Ja, het is ook zeker een landbouwprovincie, maar als we kijken naar de ontwikkelingen, dan zien we dat vooral het aantal inwoners de laatste 30 jaar enorm is toegenomen. 30 jaar terug waren er nog 177.000 inwoners in Flevoland. En dat is inmiddels gestegen tot 400.000. En als je dan kijkt van 400.000, dat is natuurlijk heel, heel wat. Alleen de gemeente Almere heeft op dit moment al 195.000 inwoners. Dus de gemeente Almere heeft op dit moment al meer inwoners dan de totale provincie Flevoland 30 jaar terug. En daarmee is Almere de gemeente waar de meeste inwoners bijgekomen zijn. Dus in de laatste 30 jaar zijn er in Almere nog meer inwoners bijgekomen dan in een gemeente als Amsterdam of als Utrecht of Haarlem en meer, waar ook eigenlijk heel wat inwoners bijgekomen zijn. Dus zo snel gaat de verstedelijking wat dat betreft, ja? Enorme uitbreiding van het aantal inwoners, ja. Maar ja, ik hoop dan dat er nog wel wat landbouw overblijft in Flevoland. Want hoe groot is het areaal landbouw eigenlijk? Hoe heeft zich de afgelopen 30 jaar dat ontwikkeld? Ja, nou, 30 jaar geleden was er nog 99.000 hectare landbouwgrond in Flevoland. En dat is ja, wel wat gekrompen door de jaren heen. Dus inmiddels zitten we op 88.000 hectare landbouwgrond. Is een krimp, maar dat zien we ook in de rest van het land. Ja, want hoe houdt zich dat met het landelijke, de landelijke ontwikkeling? Nou, we zien dat in Flevoland het areaal landbouwgrond met een 10% is gekrompen en in de rest van het land is dat in diezelfde periode met zo'n 9% teruggelopen. Dus dat is wel redelijk vergelijkbaar. Okay. En hoe is de ontwikkeling per sector? Als je dat bekijkt de afgelopen 30 jaar, bijvoorbeeld met akkerbouw en veehouderij, ook ten opzichte van Nederland verlopen. Ja. Nou goed, als je kijkt naar de ontwikkelingen per sector, dan zien we dat eigenlijk het belang van bijvoorbeeld de akkerbouw in Flevoland ten opzichte van de rest van het land redelijk gelijk gebleven is. 30 jaar geleden was het al zo dat 12% van het akkerbouwareaal zich in Flevoland bevond en dat is nu nog steeds het geval. En dat zien we eigenlijk ook met de oppervlakte landbouwgrond. 4,8% van alle landbouwgrond in Nederland bevindt zich in de provincie Flevoland. Ook dat was 30 jaar geleden precies hetzelfde. Dus in die zin redelijk beperkte ontwikkelingen. Zien we eigenlijk ook met de pootaardappelen, met de omzet. Pootaardappelen is wel fors meer dan die 3,5%. We zien dat 21% van het totale areaal pootaardappelen zich in Flevoland bevindt. En een laatste die ook gelijk gebleven is, dat is de omzet. Als we kijken naar de totale omzet in de landbouw, de gestandardiseerde omzet, dan was 30 jaar geleden zo'n 3,5% wat in Flevoland werd gegenereerd en dat is inmiddels nog 3,5%. Dus die indicatoren zijn eigenlijk allemaal redelijk gelijk gebleven. Ja, dat is eigenlijk heel opvallend, hè? Dat Flevoland dan keurig in de pas loopt met de algemene ontwikkelingen in Nederland. Wat je daar ook van mag vinden natuurlijk. Nou ja, precies. Goed, ik heb inderdaad een aantal ontwikkelingen genoemd, een aantal sectoren genoemd die in de pas lopen met het landelijke beeld, zeg maar. Maar wat je wel ziet, dat er ook ontwikkelingen zijn waarin Flevoland wel progressie heeft gemaakt, zeg maar. Hè? Dus waar je ziet dat het aandeel van die landbouwactiviteit in Flevoland toeneemt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal melkkoeien. 30 jaar geleden was het zo dat 1,2% van het aantal melkkoeien zich in Flevoland bevond. En inmiddels is dat toegenomen tot ruim 2,5%. Dus dat is wel een forse toename. Hey. En hoe verhoudt zich dat met het aantal bedrijven sowieso, Corp, het aantal agrarische bedrijven qua ontwikkeling, zowel in de melkveehouderij als ook in de akkerbouw? Nou, we zien dat de laatste 30 jaar zo'n 52% van het aantal landbouwbedrijven is vertrokken. Dus een forse daling van het aantal landbouwbedrijven, ongeveer een halvering zeg maar.
En in Flevoland gaat dat wat minder hard. In Flevoland zien we dat ongeveer een derde van de landbouwbedrijven de afgelopen 30 jaar is gestopt. Dus minder hard dan het landelijk beeld. En als je dan inzoomt op de melkveebedrijven, dan zien we dat ook het aantal melkveehouders in Nederland gekrompen is. Ook in Flevoland is gekrompen. Maar dat gaat duidelijk minder hard in Flevoland dan in de rest van Nederland. Ja, want hoeveel bedrijven zijn er nu in Flevoland? Want je zou denken, juist doordat de spreiding van de melkveehouderij ook meer over akkerbouwgebieden, dat er juist eigenlijk een toename zou zijn in Flevoland. Ja, is maar geen uiteindelijk juist een afname. Het is een afname. Ja. We zien dat in 2014 er nog 269 bedrijven waren in Flevoland waar melkkoeien werden gehouden. En dat was 30 jaar eerder waren dat 411. Dus het is een afname. Het is een afname van 35%. Maar het landelijke beeld laat zien dat het aantal bedrijven met melkkoeien met 66% is gedaald. Dus dat is een beduidend grotere teruggang. En gelet op de toename van het aantal melkkoeien die je noemde, zijn die bedrijven die er zijn, die zijn wel een stuk groter geworden ook in de afgelopen periode. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Nou, het is misschien wel aardig om te zeggen dat op dit moment een doorsnee bedrijf in Flevoland 121 melkkoeien melkt. Dus de bedrijven met melkkoeien, die hebben er 121. Ja. En in Nederland is dat 85. Dus de bedrijven zijn fors groter in Flevoland. Zien we ook bij de akkerbouw. Als we kijken naar een akkerbouwbedrijf in Flevoland, dan bewerkt die zo'n 50 hectare. En in Nederland is dat gemiddeld 39 hectare. Dus ook die bedrijven zijn in Flevoland beduidend groter. Ja, Flevoland is eigenlijk natuurlijk ontstaan uit de Noordoostpolder en de IJsselmeerpolders. Nou, die bestonden al veel langer dan 30 jaar. Die zijn eigenlijk ontgonnen om de vruchtbare klei. Ja. Maar is die nog steeds zo vruchtbaar? Is nog steeds vruchtbaarder dan de rest van het land, zou je kunnen zeggen. Want de opbrengsten per hectare zijn in Flevoland eigenlijk voor vrijwel alle gewassen hoger dan het landelijk beeld. Als we bijvoorbeeld kijken naar de consumptie aardappelen, dan zien we dat het laatste jaar ook nog de opbrengst 53 ton per hectare was. En dat was in Nederland was dat 51 ton, dus hoger. De verschillen bij de suikerbieten waren nog groter, want het laatste jaar registreerden we een opbrengst per hectare van de suikerbieten van 95 ton in Flevoland. En dat was gemiddeld in Nederland was dat 82 ton. Dus ook wat dat betreft een beduidend hogere opbrengst per hectare. Ja. We hebben het over net gehad, hè? Je hebt een paar trends genoemd waar je zegt van hé, daar loopt Flevoland mooi in de pas. Ja. Een aantal genoemd waar het wat anders loopt of wat beter loopt zelfs dan landelijk gemiddelde. Wat is nou echt een leuk opvallend feitje waar je ziet van hé, dat valt echt op? Nou, wat we zien in de cijfers, dat is toch wel echt tegen de landelijke ontwikkeling in, is dat de oppervlakte grasland in Flevoland de laatste 30 jaar is toegenomen. Dat is een plus van 3%. En de landelijke trend is dat we eigenlijk steeds minder grasland zien. Sterker nog, in Nederland is het totale areaal grasland in de laatste 30 jaar met zo'n 15% afgenomen. Dus je ziet minder grasland gemiddeld in Nederland, maar meer in Flevoland. Diezelfde lijn die zien we ook bij het aantal melkkoeien. De laatste 30 jaar grofweg zo'n 30% minder melkkoeien in Nederland, maar in Flevoland is het toegenomen met 6%. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Flevoland wel iets meer een melkveehouderijprovincie wordt. Alleen zie je dat akkerbouw natuurlijk toch wel heel nadrukkelijk de meest cruciale rol speelt. De boventoon blijft voeren, ja. Absoluut, ja. Nou, kort, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En zo eens kijken wat voor festiviteiten in Flevoland gaan gebeuren volgend jaar. Ja, ben benieuwd. Ja. Dit was Boerenbusiness Feiten. Tot de volgende keer.